Mijn naam is Paul Blokker, ik werk bij DLV Advies. En wij hebben de openstelling training, workshops en demonstratie aangevraagd vanuit POP 3. En genaamd koolstofkringlopen. De aanleiding voor deze aanvraag was de vraag vanuit een 10-15-tal melkveehouders. Verdeeld over de provincie Utrecht, zowel biologisch als gangbaar. Die honger hadden naar kennis over koolstofkringlopen en dan met name organische stof in de bodem. Waarom is het belangrijk de koolstofkringlopen en waarom voeren wij dit project uit? Omdat koolstof en dan organische stof is heel belangrijk voor de bodemkwaliteit, waterbergend vermogen, maar ook de opslag van CO2 in de bodem. In 2016 hebben wij het projectvoorstel ingediend voor de openstelling training, workshops en demonstraties vanuit POP 3. Dit hebben we gedaan samen met een 10-15-tal melkveehouders. Na een aantal aanvullende gegevens hebben we het beschikbaar gekregen. De aanvraag van de subsidie is van zichzelf niet heel moeilijk, maar het is best wel een werk om alle verplichte bijlagen goed in te dienen en goed in te vullen. De uitvoering van het project is onlangs afgerond. De boeren zijn zeer tevreden en die willen ook met dit project verder. Dus daarom gaan we voor de nieuwe openstelling die in mei open gaat, gaan we weer een nieuw projectvoorstel indienen om ook komende 2 tot 3 jaar weer kennis te delen onder de melkveehouders. Om de koolstofkringlopen nog beter in beeld te hebben en dat de boeren nog beter weten welke maatregelen ze kunnen nemen. Ben je een landbouwer of ben je een groep landbouwers? Hebben jullie een goed idee of behoefte aan een specifieke kennis? Kom dan in actie. Wacht dan niet met het schrijven van je projectvoorstel, maar benader gelijk een adviesbureau die je hierbij kan helpen.